Hi, welkom terug bij de Bigger Blog. Ik ben Josine en ik heb zulk spannend nieuws voor jullie. Eerst wil ik eventjes beginnen te vertellen, of eigenlijk om te zeggen, het spijt me dat het zo lang heeft geduurd voordat ik weer een nieuwe vlog online heb geplaatst. Ik was echt ontzettend fanatiek begonnen, ik had er helemaal zin in, ik was echt vol van ideeën en ik heb ook zoveel leuke reacties van jullie gekregen. Dus ik wilde er wel mee doorgaan, maar het kon gewoon eventjes niet en ik ga je vertellen waarom. Ik heb namelijk niet zomaar een nieuwtje, nee, ik heb gigantisch nieuws. Echt, het is best wel groot. Dus ja, ik kan nu heel erg lang over na gaan kletsen, maar laat ik het gewoon vertellen en dan kan ik de rest ook uitleggen. Het nieuws is namelijk... Ta-da-da-da! Ik ben zwanger, ik ben in verwachting. Ik word mama. Nou, ik zal eventjes een foto laten zien. Oh, ik ben al echt goede moeder, want ik hou hem op zijn kop. Nou kun je er ook nog niet zo erg veel van maken. Dit is waarschijnlijk de meest duidelijke foto... Die erbij zat destijds. Exciting! Nou, het is natuurlijk allemaal super exciting nieuws. We zijn er ook onwijs blij mee. Ik moet wel zeggen, dat heeft even geduurd. Want ik kwam vrij snel achter dat ik in verwachting was. En eigenlijk, een seconde daarna werd ik beroerd. En ik dacht, zo begint het, hè. Morning sickness hoort erbij. Even een paar keer kotsen 's morgens en we gaan weer door. Nou, dat was niet het geval, helaas. Ik was niet gewoon 's morgens ziek. Ik was 24/7 de hele dag ziek. Laveloos, beroerd. En eigenlijk niet eens zo heel erg veel overgeven, hoor. Ik kon gewoon niks eten. Daar werd ik heel erg slap van en heel erg moe. En in het begin had ik dan zo'n soort homeopathisch middeltje tegen misselijkheid. Dat hielp echt voor geen meter. Toen kreeg ik hele zware medicijnen die je dus wel kunt nemen bij als je in verwachting bent. Maar ja, het is best wel pittig. Nou, daar werd ik echt dood en dood moe van. Dus eigenlijk was het soort van, twee kwaden. Dus uiteindelijk ben ik echt tot week... Ja, ik praat nu een week, hè, want ik word moeder. Week 14 of zo ben ik echt ontzettend beroerd gebleven. Of geweest, ondanks al die zware medicijnen. Ik heb ook niks gedaan, mijn blog stond half stil. Ik heb niet gevlogd. Nou echt, zelfs mijn sociaal leven. Ik weet niet hoeveel vriendinnen ik wel niet met een of ander slecht excuus heb afgewimpeld dat ik niet kon of niet lekker was. Enfin, 3 maanden dus niet geleefd. En dat duurde toch wel heel eventjes voordat ik op een bepaalde wolk kwam. Was ik sowieso allemaal een beetje overdreven vind. Gefeliciteerd, geweldig. Ja, ik ben er natuurlijk super blij mee hoor, maar... Als je zo beroerd bent, kan ik je vertellen, ik zag echt eventjes het positieve er niet meer van in. Maar goed, na regen komt zonneschijn, dus ook het tweede trimester, zoals dat dan heet, gaat het een stuk beter. Ik moet zeggen, ik heb nog steeds ontzettend veel klachten. En dan met name mijn maag. Mijn maag doet echt heel erg veel pijn en ik wil eigenlijk niet te veel medicijnen nemen. Dus ja, daar zit ik nog een beetje mee te rommelen, zeg maar. Maar voor de rest functioneer ik weer. Ik kan weer redelijk normaal eten. Ik kan weer normaal naar feesten en partijen. En ik kan ook weer vloggen. Dus hier ben ik dan met dit grote nieuws. En ik ga jullie gauw ook meer vertellen over hoe ver ik ben. Wanneer ik ben uitgerekend. Alles. Laat me weten of je meer informatie erover wil zien. Of juist lezen op mijn blog. Of dus liever een vlog. En er komt ook absoluut wel weer een curvy fashion vlog aan. Maar deze keer dus een plus size zwangerschapskleding vlog. Want ja, dat buikje dat begint wel aardig te groeien. Bedankt voor het kijken. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Of je het verwacht had of misschien totaal helemaal niet. Laat vooral een reactie hieronder achter. Vind ik altijd leuk om terug te lezen. En op mijn blog ga ik er nog eventjes wat dieper op in. Ik zie je online!